give a huge Celtic family welcome to Dan Burrito! Soms loopt een carrière anders dan gehoopt. Dirk Boerichter kan daarover meepraten. Hij tekent voor 4 jaar bij Celtic, maar een enkel blessure zit een droomstart in de weg. Ze hebben mijn carrière in principe een beetje kapot gemaakt door mij te laten voetballen met een blessure. Terwijl ik al, ik weet niet hoe vaak aan heb gegeven dat het gewoon niet goed zit. Maar goed, de medische staf daar was op dat moment ook te slecht voor woorden. Als je aangaf dat je een pijntje had, dan zeiden ze alleen maar tegen je van gaan we boven op de home trainer zitten, gaan we fietsen. Ik weet niet wat dat voor behandeling is, maar... Er komen een knieblessure en trainerswissel bovenop. Boerichter speelt het seizoen erna amper meer en krijgt in de gaten dat het geen goed huwelijk meer gaat worden. Hij doet Celtic een voorstel. Ik zou graag willen vertrekken, zeg maar, wil ik wel wat geld mee krijgen. En dat weigerden ze. Toen zei ik van, nou goed, dan blijf ik zitten waar ik zit en dan betaal je alle 12 maandsalarissen maar. Dat hebben ze gedaan, alleen wel met heel veel treiteren. Celtic laat Boerichter niet meer voetballen. In de lente van 2016 bereiken beide partijen toch een akkoord en gaan speler en club per direct uit elkaar. Een ervaring rijker, een illusie armer. Ik had wel een doelstelling, dat was via Celtic naar beneden toe, naar Engeland en dan in de Premier League gaan spelen. Dat was mijn doel. Ik had alles uitgestippeld, alleen het mocht helaas niet zo zijn. Spijt van Celtic? Volgens mij 3 dagen later of 2 dagen later kreeg ik een telefoontje van mijn zaakwaarnemer dat ook Lazio Roma geïnteresseerd was. En achteraf was het natuurlijk ook een hele mooie uitdaging geweest. Kortom, Boerichter heeft niet de beste herinneringen overgehouden aan Celtic. De fans maken overigens wel indruk op hem. Hele fanatieke supporters, zeker bij de Europa League of de Champions League wedstrijden. Dan hangt daar een sfeertje, dat zie je bijna nergens eigenlijk. Dan zit het echt tot de nok toe vol en dan wordt er vanaf minuut 1 tot minuut 90 alleen maar lawaai gemaakt en gezongen. Dat is fantastisch. Aan de fans heeft het dus niet gelegen dat Boerichter uiteindelijk transfervrij vertrekt bij Celtic. Een transfervrije linksbuiten, dat is interessant voor clubs. Maar het juiste avontuur komt maar niet voorbij. En Boerichter voelt er niets voor om voor minder centen een niveau lager te gaan voetballen. Ik heb al die jaren hard gewerkt om de top te bereiken. En ooit op een niveau gevoetbald waarbij je zo weinig verdient, daar kan je niet eens van leven. Dus als je uiteindelijk dan een keertje wat centen verdient, dan wil je er niets om opgeven natuurlijk. En dus is hij totaal iets anders gaan doen. Ondernemer. Ja, en daarnaast ben ik vader van een dochtertje van 16 maanden nu. Dus ik ben druk bezig op allerlei gebieden. De vriendin en ik hebben een eigen echo-praktijk. Zij maakt de echo's en op de achtergrond probeer ik het ook een beetje groot te maken. En daarnaast heb ik een eigen schoenen- en accessoirelijn. Een ander leven, een onverwacht en abrupt einde van een voetbalcarrière. Het kan soms raar lopen. Al weet Boerichter nog niet 100% zeker of hij echt gestopt is. Zeg nooit nooit, maar goed, ik ben nu al 2 jaar uit. Dus ik ga er nu vanuit dat er überhaupt nog iets langskomt. Toch zal hij op een bijzondere manier altijd worden herinnerd in Schotland. Ja, heb je hem gevonden, ja? Dat ken jij hem nog? Ja, je bedoelt van Anaconda, die bedoel je? Een boa constrictor was het, hè? Of het waar is, laat ik in het midden, maar...